kijkers, leuk dat jullie kijken naar mijn eerste vlog. En vandaag ga ik het hebben over wat ik in de week heb gedaan en dat soort dingen. En ik zou beginnen, zou ik zeggen. Nou, ten eerste heb ik dit windmolentje gemaakt. En werkt op licht, dus ook op zon. En ik zou zeggen, testen maar. Grappig, hè? Helemaal zelf gemaakt. Ja, wel een tekening erbij van iemand anders. Maar ja, moet toch wat, hè? En bij ons rug ben ik bij de open dag geweest. Heb ik dit gemaakt van hout. Een soort klein vogelhuisje. Zelf in elkaar gezet. En sleutelhanger. En staat Ruben op. Nou ja, als je niet kunt lezen, zeg ik het alvast even. Sleutelhangertje. En judo heb ik ook aangedaan. Ik heb via school. Ik heb zelf een certificaat gehaald. En ik heb een cadeautje ervan bij gekregen. Zo'n zweetmandje. Zo, doe hem even om, dat is leuker. Zo'n zweetmandje. En even er weer omheen doen. Waar ik hem op had zitten. Heb ik ook zelf gemaakt, dat krijgen jullie ook te zien. Dat heb ik ook zelf gemaakt. Hier staat, ik weet niet of jullie dat goed kunnen lezen, want het is nogal donker hier. Special Heroes, net zoals hierop. En ik dacht, ik vind het wel leuk. Ik heb een beetje creatief zijn. En ik dacht van, ja, grappig, hè? Nou, en dit was het alweer. Vonden jullie het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer ook even daar onderin. Daar. Onderin. En vraag ook even aan je familie en vrienden. Of ze willen abonneren en like doen. En dan weer de familie en vrienden daarvan. En zomaar door. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik zou zeggen. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken. En later.